Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik in juni heb gelezen en wat ik ervan vond. Ik heb geloof ik niet superveel boeken gelezen, maar dat ga ik zo meteen zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen en wat ik ervan vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb 4 boeken gelezen in juni en het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Het Recept voor Geluk in de Ierse Pub en is geschreven door Anne Labis. Dit boek komt uit de Klavertjesreeks en dit is boek 3. Dit boek gaat... over Lou. Lou is eigenlijk heel erg ongelukkig in haar werk. Ze woont samen met haar vriendin, maar haar werk vindt ze eigenlijk helemaal niet leuk en ze merkt dat ze toe is aan een nieuwe uitdaging. Als ze in de krant dan ziet dat ze in Busby bij een kleine pub eigenlijk op zoek zijn naar een serveerster, besluit ze om hier spontaan op te reageren en dit doet ze telefonisch en ze is eigenlijk meteen aangenomen. Ze pakt dan ook haar koffers en ze rijdt naar het rustige dorp waar ze onthaald wordt door de eigenaren Claire en Fergus en van hun is dus die pub. Ze vinden Lou eigenlijk meteen wel leuk en ze bieden haar dan ook een plek aan in huis om bij hun in te komen wonen. En het gaat met de gezondheid van Claire iets minder, dus die moet ook wat rustiger aandoen. En eigenlijk heeft Lou al vrij snel haar draai gevonden en zou ze ook hoger op kunnen komen in de pub. Echter hebben Fergus en Claire ook een zoon, Sheen. En ja, eigenlijk was hun hoop altijd geweest dat hij die pub zou overnemen als hun met pensioen zouden gaan. Maar hij is al een tijdje geleden vertrokken, heeft daar weer een nieuwe vriendin ontmoet. En dat gaat allemaal, ja, het contact loopt wat stroef. Dan staat hij opeens weer op de stoep en omdat het dus met de gezondheid van Claire inmiddels echt wel een stuk minder gaat, er komt ook een paar keer een dokter bij, besluit hij om dan toch bij zijn ouders in die pub te gaan helpen. Tussen Lou en Sheen gaat het eigenlijk niet heel erg makkelijk. Lou die vindt Sheen eigenlijk wel een hele leuke jongen, maar het gaat niet zo makkelijk in de omgang. En ze moeten dus gedurend samenwerken. Ze besluiten dan ook een paar keer om er samen op uit te trekken voor een lange wandeling. En dan stranden ze op een gegeven moment bij een huis omdat ze niet meer terug kunnen door het weer. En dan leren ze elkaar toch op een andere manier kennen. Intussen is er ook nog een dierenarts, dat is Carrie, en die heeft eigenlijk ook wel interesse in Lou. En dat vindt Sheen dan eigenlijk toch stiekem niet zo leuk. Hij is toch wel wat jaloers. Als Sheen dan uiteindelijk toch weer terug moet naar waar hij vandaan komt, omdat ze op het werk wat hij hiervoor deed eigenlijk nog wat hulp nodig hebben, wil hij dat ook wel gaan doen en komt er toch weer een onzekere tijd aan voor Lou, omdat ze inmiddels eigenlijk met Sheen toch een opbouwende relatie heeft. Of dat die relatie nog weer goed zou kunnen komen of dat Sheen überhaupt nog terugkomt. Want hoe snel hij kwam, hij is ook zo weer vertrokken. Dus dat is eigenlijk een beetje het moeilijke. Of ze uiteindelijk samen de pub zullen gaan runnen is eigenlijk de grote vraag. Maar het was wel een heel leuk boek. Het was ook leuk om te lezen dat Lou gelijk door de andere personages uit de eerdere boeken ook gelijk leuk wordt opgevangen. Dus dat is wel echt heel erg leuk aan dit boek. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Mijn Favoriete Souvenir en is geschreven door V. Kaeland. Dit boek gaat over Hazel. Hazel die zou eigenlijk gaan trouwen, maar haar huwelijk is afgelast, maar alles was al geregeld tot de huwelijksreis aan toe. Hazel besluit dan ook gewoon dat ze in haar eentje op die huwelijksreis gaat, maar komt er toch al vrij snel achter dat ze daar toch wel spijt van heeft, omdat het lang zo leuk niet in haar eentje is en ze wil eigenlijk terug naar huis gaan. Als ze eenmaal op het vliegveld aankomt, is het zo slecht weer dat er helemaal geen vluchten meer teruggaan. En ze heeft haar hotelkamer die ochtend al verlaten en die is inmiddels alweer vergeven. En een nieuwe hotelkamer vinden is echt een crime, want alles zit vol omdat mensen gewoon niet meer terug kunnen.
Ze zit dan eigenlijk gewoon in de lobby van het hotel te wachten. In de hoop dat er nog een kamer zal vrijkomen. Als ze toevallig doorkrijgt dat een hele knappe man tegen de receptie liegt om een reservering in te pikken. Hij heeft namelijk opgevangen dat er mensen gebeld werden die hadden gereserveerd. Met de vraag of dat ze nog konden komen of dat ze de kamer weer konden verhuren. En hij doet zich dus voor als een van die mensen. Omdat het om twee kamers gaat, besluit Hazel dan ook impulsief om naast hem te gaan staan en te doen alsof het zijn zus is. Zo checken ze in dus als Milo en Maddie Hooker en daarmee veroveren ze de laatste hotelkamers van de stad. Ze besluiten ook eigenlijk om hun echte namen niet aan elkaar prijs te geven en dat maakt het voor hun allebei wel extra spannend. Ze beleven een leuke tijd samen, ze gaan ook op avontuur en... Het had eigenlijk één overnachting moeten zijn, maar de sneeuwstorm blijft zo lang hangen dat het eigenlijk niet te doen is om terug naar huis te gaan. Ze besluiten dan ook om bij elk avontuur wat ze doen een souvenir mee te nemen. Dit kan een schelp zijn of dat ze echt iets kopen, dat is heel verschillend. Als voor Hazel dan toch eindelijk de tijd aanbreekt dat ze terug naar huis toe moet gaan omdat haar werk weer roept, moet ze helaas afscheid nemen van deze onbekende man. Maar ze hebben wel afgesproken dat ze elkaar op Valentijnsdag weer in hetzelfde hotel zullen treffen. Of ze allebei opkomen dagen is eigenlijk de grote vraag. Als ze eenmaal weer terug... thuis is, neemt ook haar ex-man ineens weer contact op en of eigenlijk haar ex-verloofde en wil die eigenlijk toch wel weer wat contact met haar. En hij zegt dan ook dat er een vriend van hem is overgekomen. Waarvan hij wil dat ze die graag zou ontmoeten. Dan blijkt deze vriend deze onbekende knappe man te zijn die ze in dat hotel heeft ontmoet. En wordt het allemaal heel erg ingewikkeld. Want wat wil Lou nou? Wil ze toch voor deze knappe man gaan die ze eigenlijk niet goed kent? Of wil ze toch haar ex-verloofde weer een kans geven? Ik vond het zelf wel een heel erg mooi boek met een hele leuke wending die ik ook wel heel spannend vond. Die ik niet had aanzien komen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Puur Zakelijk en is geschreven door Marloes Berghegen. Dit boek gaat over Bo. Bo heeft als droombaan om als junior agent bij een groot agentschap voor kunstenaars na te jagen. Maar tot nu toe lukt het eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Want ze krijgt voornamelijk de niet veel opwindende klusjes dan dubbelzijdig printen en koffie halen. Het is voor haar best wel frustrerend en ze wil eigenlijk heel graag meer. Ze krijgt op een gegeven moment ook wel een cliënt aangekondigd, maar dat gaat allemaal niet zo van een leien dakje, want dat is niet een van de makkelijkste om mee te werken en het contact loopt eigenlijk best wel stroef. Dan wordt er eigenlijk aangekondigd dat een van haar favoriete kunstenaars, Lucy Rood, bij het agentschap komt en een van de junior agenten zal haar als cliënt krijgen en Bo zou dit heel graag willen. Ze moet dan ook iets doen om de concurrentie achter zich te laten. Bo heeft een collega, Lisse, en Tim, haar leidinggevende, die heeft een oogje op haar. Maar hij is zo onhandig dat hij eigenlijk niet weet hoe hij goed contact met haar moet maken. En Bo sluit dan ook de deal dat als zij hem helpt aan een date met Lisse, dat zij dan... deze kunstenares in haar portefeuille mag toevoegen. Het lijkt een win-win situatie en ze helpt Tim ook echt op allerlei gebieden. Ze gaan samen shoppen, ze helpt hem aan een nieuwe garderobe, ze helpt hem bij heel veel andere dingen. En dit leidt eigenlijk wel ertoe dat Tim en Lisse verliefd op elkaar worden en een relatie met elkaar krijgen. Toch begint het bij Bo te knagen dat ze deze kunstenares op eigenlijk een manier heeft gekregen waar ze niet zo trots op is. En ze besluit dan om de waarheid op te biechten aan Lisse. Dit valt natuurlijk compleet verkeerd. En voor Bo is het dan ook tijd dat ze zegt ik ga bij dit kantoor weg want ik zie het niet meer zitten. Ze besluit dan ook om een eigen kantoor op te zetten. En ze heeft daar ook al best wel wat cliënten bij gekregen. En dan gaat ze naar een soort avond voor kunstenaars en dan komt ze toch weer een aantal van die oud-collega's tegen, waaronder Tim.
En komt het hele verhaal uit de doeken en dat gaat allemaal weer heel erg onhandig. De grote baas eigenlijk achter het kantoor waar Bo voor werkte is eigenlijk een onbekende. Niemand heeft haar ooit echt gezien. Uiteindelijk kom je er dan ook nog achter wie deze vrouw is. En dat had ik zelf helemaal totaal niet zien aankomen. En wordt haar toch gevraagd of ze haar baan weer terug wil die ze hiervoor had. Of Bo op dit voorstel ingaat en of er misschien tussen Bo en Tim nog wat gaat gebeuren, dat laat ik in het midden. Maar ik vond het uiteindelijk wel een leuk boek om te lezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Zuiderse Zonneschijn en is geschreven door Natasha Madison. Dit boek gaat over Reed. Reed had eigenlijk nooit de ambitie om cowboy te worden en is eigenlijk op vrij jonge leeftijd vertrokken uit het dorp waar hij opgroeide, want hij had niet de intentie om daar te blijven en besluit om het leger in te gaan. Hij zag eigenlijk de hele wereld, maar zag ook heel veel dingen die gewoon grote nachtmerries zijn. En als hij dan door een blessure weer terug naar zijn voormalige woonplaats moet, is dat voor hem best wel een grote stap. Want hij vindt het aan de ene kant superleuk om zijn familie weer te zien, maar hij vindt het ook best wel confronterend. Dan hebben we ook nog Hazel. Reed heeft met Hazel, voordat hij vertrok, eigenlijk een korte romance gehad. En ook Hazel is inmiddels vertrokken uit het dorp. Ze had er alleen nog een opa wonen en daar ging ze nog wel eens bij op bezoek, of hij bij haar. Maar eigenlijk zagen ze elkaar niet vaak genoeg omdat Hazel niet graag terugkeerde naar het dorp. Hazel is eigenlijk vertrokken omdat ze een positieve zwangerschapstest ontdekte en ze besloot om het kindje te houden en heeft die uiteindelijk ja, zelf opgevoed met hulp van haar opa op een gegeven moment. Ze heeft eigenlijk inmiddels wel een hele goede baan, maar als er dan helaas het onvermijdelijke gebeurt dat haar opa overlijdt, moet ze noodgedwongen terug naar het dorp waar ze vandaan kwam om dingen te regelen. Ze had echter alleen niet verwacht dat ze ook Reed daar weer zou tegenkomen. En dit is iets wat ze eigenlijk heel graag wil vermijden, want niemand weet wie de vader is van haar dochtertje. Haar dochtertje heeft het echter gelijk heel erg naar haar zin daar, want ze wordt met open armen ontvangen door alle mensen die daar wonen. En ze heeft de tijd van haar leven. Als Reed dan op een gegeven moment en Hazel elkaar hebben ontmoet, gaat het allemaal niet heel stroef. En Hazel houdt de boodschap allemaal een beetje af. Want er is een groot geheim wat ze voor Riet wil verhullen. En alleen bij Riet beginnen wat puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. En hij komt dan toch met lastige vragen. En ze moet dan toch haar grote geheim onthullen. Ook zijn er wat problemen met het huis van haar opa. En ja, het is allemaal best wel lastig, maar de families die daar wonen zijn allemaal heel lief voor haar en haar dochtertje. Of ze uiteindelijk het grote geheim aan Reed durft te onthullen en of er eventueel nog een toekomst voor hen samen in de wieg ligt en of ze allebei in het dorp zullen blijven, dat zal Reed onthullen. Ik vond het uiteindelijk weer een superleuk boek. Ik heb er heel erg van genoten. En ja, ik hoop eigenlijk dat er nog een deel uitkomt. Want ik vind het echt hele mooie boeken, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik zou in ieder geval wel weer naar uitkijken, nog weer naar een nieuw deel. Dan waren dit mijn gelezen boeken van juni. Ik vond het toch wel weer hele mooie boeken en ik ben blij dat ik ze gelezen heb. Ik ben benieuwd of jij eens een van deze boeken hebt gelezen of dat je naar aanleiding van deze video denkt van nou, ik zou toch wel benieuwd zijn geworden naar een van deze boeken. Mocht je de boeken van Natasha Madison willen lezen, is het wel het leukst om deze op volgorde te lezen, want dan herken je ook de andere personages uit de eerdere boeken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!